PvdA nog niet de wijken in. En verder vandaag. Jochem Meijer nog steeds in de Lappenmand. En Leiden is klaar voor Koningsdag. Dag dames en heren, dit is het Unity TV nieuws van donderdag 24 april. In de verkiezingscampagnes hebben de verschillende partijen hun kiezers veel beloofd. Unity TV nieuws gaat de komende tijd uitzoeken wat er van deze belofte terechtkomt. We beginnen vandaag in de Leidse Kooi. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen voerde de PvdA campagne met de volgende slogan. En nu de wijken in. Dit omdat het vorige college, ofwel het college van de binnenstad zoals de PvdA het altijd noemde, de wijken links liet liggen. En de PvdA ging de wijken in tijdens campagnetijd. Diederik Samson. Ja. Dat zou kunnen. Hallo, Gijs Alla. Hoe is het? Ja, goed. We gaan langs de deuren om u een roos aan te bieden. Oh, dank u wel. Van de PvdA natuurlijk. Oh, dank u wel. Mooi gezicht. Massaal gingen de PvdA'ers met roos en al hier de kooi in. Maar de gemeenteraadsverkiezingen liggen al een maand achter ons. Er is al een nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college zit bijna. Dus nu trekt het Unity TV nieuws de wijken in met de vraag... Waar is de PvdA? Meneer, heeft u deze verkiezingsposter wel eens gezien? En nu de wijk in van de Partij van de Arbeid? Nee, niet opgevallen, nee. Kent u deze slogan en nu de wijk in van de Partij van de Arbeid? Ik heb hem wel eens gelezen, ja. Heeft u ze al gezien? Nee. Zit u erop te wachten? Nee. Toen met de gemeenteraadsverkiezingen stonden ze met Rode Rozen. Dat heb ik wel gezien. En daarna? Daarna niet meer, denk ik. Nee. Heeft u de Partij van de Arbeid zelf al na de verkiezingen in de wijk gezien? Gewoon fysiek, de mensen? Niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Nou, voorlopig nog geen Partij van de Arbeid hier in de kooi. Nou, heeft de Partij van de Arbeid gezegd dat de afgelopen jaren er te veel aandacht is geweest voor de binnenstad? Bent u het daarmee eens? Voor de binnenstad, ja, nou, valt er mee, vind ik. Ja? Ja. Nou, ik denk wel, als je bezig bent met alles een beetje te renoveren. Nieuw winkelpleintje, de kooipark wordt helemaal verklapt, dus dat is toch wel positief natuurlijk, ja. In de wijk. Dat is nog van het oude college, hè? Ja, weer gelijk, ja. Nee. Zei de Partij van de Arbeid dat het vorige college te veel aandacht had voor de binnenstad en te weinig voor de wijken. Bent u het met ze eens? Godzomme, ben je het met ze eens? Ik durf het niet zo goed te beoordelen. Dank u wel. Het gaat me even... Dank u wel. Ja? Okay. Nou, de Partij van de Arbeid hier in de kooi is nog even niet te vinden. Maar volgende week proberen we het nog een keer. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid. En dan zijn we in de Stevenshof. ZVL is de play-offs begonnen met een overtuigende overwinning op de Ham. 21-5. Dat de ploeg van Koen Plasmeijer zich niet echt druk hoefde te maken in de eerste ronde van de play-offs stond eigenlijk tevoren wel vast. Als er al enige tegenstand komt voor de dames, dan misschien in de halve finale of pas in de eindstrijd. De mannen van De Zijl daarentegen leden een 13-6 nederlaag tegen de Polar Bears in Ede. Gezien de reguliere wedstrijden was dit een forse tegenvaller. De tweede wedstrijd in de Best of Three Competition wordt vrijdag gespeeld. Cabaretier Jochem Meijer heeft een flinke griep te pakken. Daarom zijn de voorstellingen in Apeldoorn van vandaag en morgen afgelast. De cabaretier baalt hier zelf nog het meeste van. Mijn stem klinkt als Darth Vader. In mijn neus zit meer slijm dan een trol. Maar het meest vervelende is dat ik ook nog koorts heb. Die drie dingen zorgen ervoor dat ik niet in staat ben om een voorstelling neer te zetten op het gewenste niveau. Maar, zo stelt hij zijn publiek gerust op Facebook, natuurlijk haal ik deze shows in. Naturalis is weer in de prijzen gevallen. Dit keer heeft het museum een onderscheiding van kinderzender Nickelodeon te pakken. Kijkertjes van de tv-zender kiezen jaarlijks de leukste commercial uit. En dat is Tientje voor T-Rex geworden. In de reclame spelen bioloog Freek Vonk en de Leidse cabaretier Jochem Meijer de hoofdrollen. Het doel van het spotje is om geld in te zamelen, zodat Naturalis een opgegraven Tyrannosaurus Rex naar Nederland kan halen.
Op Langevoort in Oegstgeest heeft een kermiswagen een tank kapot gereden en liet een spoor van zo'n 500 meter diesel achter. De brandweer had er de handen vol aan om het wegdek weer schoon te maken. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het klusje afmaken. Bij de Oranjeverenigingen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Eerste Koningsdag. De komende dagen gaat Unity TV Nieuws in de Leidse regio kijken wat er zaterdag zoal te doen is. Vandaag zijn we in Leiden, waar ze al bijna klaar zijn voor het grote feest. We hebben afgesproken met Trudy en Barbara. We liepen een gezellig rondje door Leiden heen om te kijken wat we nou kunnen verwachten met Koningsdag. Heel veel. We beginnen de officiële opening die we ieder jaar op Koningsdag nu hebben om 9 uur 's ochtends. En daar hebben we alle basisscholen in Leiden gevraagd of ze mee wilden doen om een hele mooie vlag te maken voor 200 jaar Koninkrijk en onze eerste Koningsdag. Dos Baladeros gaat ons leren salsa dansen. DJ Nicky voor de jeugd. De rockschool met allerlei optredens. En wat hier in de omgeving gaat gebeuren is natuurlijk de kinderwarenmarkt. Nou, waar we nu staan, ja, het is echt nieuws. De banners zijn opgehangen, zowel hier als aan de Breestraatkant. En we willen eigenlijk dat de stad Leiden gewoon oranje kleurt. Op de Garenmarkt is de kinderrommelmarkt. Daar hebben we vorig jaar een test mee gedraaid en dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. En dit jaar gaan we dat eigenlijk nog meer uitbreiden. Nou ja, hier op de Doezelstraat is dus, wat ik al eerder zei, nieuw de kinderrommelmarkt. Zodat er echt veel meer plaats is en veel meer plekken voor heel veel kinderen. Als we hier naar links gaan, dan ga je richting het Pieterskerkplein. We zijn hier op het Pieterskerkplein. En dit is eigenlijk ons nieuwe evenementen-festiviteitenplein. Er zal achter ons zal er een prachtig podium verrijzen waar nieuwe, jonge bands kunnen optreden. Er zal ook een speciale nieuwe rap act komen. We hebben ook gekozen om er een, echt een beetje een picknickplein van te maken. Maar er zal ook een kunstmarkt zijn. Ja. Nou, wat nog meer nieuw is, dat is wel leuk. We staan natuurlijk met een prachtige sjaal. Dus wij hopen dat we binnenkort heel Leiden met zo'n sjaal lopen. Maar waarom moeten we nou naar Leiden toe komen met Koningsdag? Omdat het leukste is. Dat de stad allemaal doet. Je moet nu stoppen, want er gaat een traan lopen. Uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond trekken nog enkele onweersbuien over het land. Maar later op de avond zullen de meeste buien verdwijnen. De temperatuur vannacht in Leiden daalt tot een graad of 4. Morgen wordt door een oostenwind warme lucht aangevoerd. Met regelmatige zonneschijn wordt het rond de 24 graden. Later op de middag kunnen regen- en onweersbuien mogelijk weer de kop opsteken. Dan zaterdag, Koningsdag. Er zijn vrij veel wolkenvelden die af en toe afgewisseld worden door zonneschijn. De temperatuur zal oplopen tot een graad of 17. De dagen erna daalt de temperatuur naar een graad of 14 en wordt het licht wisselvallig weer. En heb je trouwens zelf een mooie foto van het weer, stuur hem dan op. En wie weet zie je je foto terug in onze uitzending. Mailen kan naar redactie@unitytvnieuws.nl. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur, dan melden we ons weer met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via de website www.unity.nu. Zometeen kun je op Unity TV nog kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de NOS Nieuwsminuut. En daarna heeft VJ Elmar Bus weer de leukste videoclips van eigen bodem voor je. Ik wens je nog een fijne dag.